Ieder mens gebruikt taal bij praten, het zoeken naar woorden. En als er als gevolg van een hersenletsel een van de delen niet meer goed functioneert, dan wordt het ook wel afasie genoemd. En een logopedist die kan hierbij helpen. Nida Tiaris, jij werkt als logopedist in een centrum voor rehabilitatie en herstel. Jij kan mij vast vertellen wat een logopedist precies doet. Ja, ik werk in de GGZ, dus in de geriatrische revalidatie. En dan behandel ik voornamelijk mensen na een beroerte. Mensen hebben moeite met verstaanbaar spreken. En dat komt omdat de spieren in het gezicht zijn aangedaan. Die kunnen te slap functioneren of juist te stijf. En dat gaan we behandelen. Mensen kunnen ook slikstoornissen hebben en kauwproblemen. En Linda, nu behandel jij ook mensen met afasie, maar wat is afasie precies? Afasie is een taalstoornis die mensen kunnen krijgen na een beroerte. En wat we dan zien is dat het begrip aangedaan kan zijn, het spreken, het schrijven en het lezen. En wat we als logopedist doen is om daar vooral mee te gaan trainen. Nou, mag ik u vragen, waarom heeft u nou logopedie nodig? Dit is goed. Dit is niet. Werkt niet zo goed? Nee, helemaal niet. Nee. En wat leert u precies bij logopedie? Je eerst je wensen en dan behapen. Maar ik moet de woorden hier merken. Juist, om ze weer te vinden in uw hoofd. Ja. Mag ik u hartelijk danken voor alle informatie? Dank u wel. Ja, en wil je nou thuis nog meer informatie? Kijk dan nog even op de website of check onze Facebookpagina.